after Wanda, it's after Wanda. Let me show you that. De president heeft ons ontvangen. Men praat vaak van constructieve gesprekken. Ik denk dat het constructief was. Vruchtbaar gesprek. Met het oog op oplossingen. Maar hij heeft concreet gevraagd dat we niet in beraad zijn. Want als hij ons ontvangt, weet je, protocolair is het dan niet netjes dat we in beraad zijn. Maar we zijn niet in beraad, dat hebben we hem ook uitgelegd. Er is een issue met apparatuur. En hij heeft aangegeven dat hij zo gauw als mogelijk dat gaat laten onderzoeken. Zodat wij normaal ons werk kunnen hervatten alvast. Ik moet wel benadrukken dat we hebben een breedvoerig gesprek gehad. En de president is van veel zaken niet op de hoogte. Dus het is heel belangrijk geweest dat dit gesprek er is geweest. Gisteren was het personeel van de communicatiedienst Suriname in beraad. We hebben toen een petitie, een brief opgesteld met noden en kreten. En ook tegelijkertijd oplossingsmodaliteiten opgezomd. Wij waren hier gisteren om dat dan aan de president te geven. Hij had een heel drukke agenda, waardoor wij vandaag zijn gekomen. En het mooie ervan is dat hij de tijd heeft vrijgemaakt om ons te spreken. We hebben met de president vandaag, men praat vaak over constructieve gesprekken. Ik zal het dan ook maar zo noemen. Het is een constructief gesprek geweest, een breedvoerig gesprek. En wat ik heb opgemerkt is dat de president van veel zaken niet op de hoogte is over het reilen en zeilen vanaf de transitie van het Nationaal Informatieinstituut naar de communicatiedienst Suriname. En het is goed dat we dat gesprek hebben gehad. Een paar vraagstukken om op te sommen. Apparatuur, we zitten met defecte apparatuur, personeelszaken, bestaanszekerheid, communicatiedienst Suriname, de waardering naar de medewerkers toe, maar ook enkele spanningsvelden die eigenlijk door bepaalde, laat me heel voorzichtig zijn, segmenten bewust of onbewust wordt gecreëerd, omdat bepaalde structuren moeten duidelijk worden om effectief te kunnen functioneren en om effectieve communicatie naar de samenleving toe te geven. Binnen een week of volgende week worden we uitgenodigd voor een vervolggesprek. Uit strategische redenen kan ik enkele directe oplossingsmodaliteiten die hij heeft opgezond nu niet toegeven, uit respect voor het staatshoofd. Maar volgende week komen we in een bepaalde constellatie terug om over deze vraagstukken te buigen. Dus over een week moeten er concretere oplossingen komen. Concretere oplossingen, ja, maar die discussie is ook belangrijk, want tot nu toe worden er heel veel zaken gedaan, maar er is weinig inbreng vanuit het personeel. En wij hebben gevraagd dat we inbreng hebben, omdat het personeel eigenlijk de technische kennis en kunde heeft en betere adviezen kan geven. Jullie hebben nu geen directeur, hè? Nee, we hebben geen directeur. We hebben een coördinator die dan ook met vier andere leden het interim management team vormt. Hebben jullie niet liever een directeur? Ja, we hebben liever een directeur, maar daarover heeft de president ook gesproken. Het interim management team is eigenlijk om zaken gezond te maken en om zo snel naar een directeur te gaan. Dan gaat zaken beter om op dat niveau te functioneren. Kom aan. Maar jullie zijn tevreden met het gesprek met de president vandaag? Nou, tevreden is een woord wat voor interpretatie vatbaar is, maar we zijn heel blij dat de president ons heeft aangehoord en we zijn positief gestemd. Dus volgende week gaan we weer van jullie horen? Jawel, zeker. Zijn jullie daar nog in beraad? Uit respect voor het staatshoofd en omdat hij tijd heeft vrijgemaakt om met ons te praten. En dat wilden we ook, dat hij ons ontvangt. Denk ik dat het gepast is dat we dan de werkzaamheden gewoon hervatten. Eigenlijk moet ik gewoon benadrukken, we zijn niet in staking geweest. We zijn niet in staking geweest. Dat wordt dus extra hard werken deze week met gebrek aan apparatuur. Dat wordt extra hard werken, maar laat me u één ding zeggen. Misschien heeft het moeten boeten een beetje aan kwaliteit als je
Men was iets gewend van ons, maar de medewerkers die werken keihard, dag en nacht. Zij werken niet als de traditionele ambtenaren, maar 8 uren. Dus de bereidwilligheid bij het personeel die is er altijd om, ondanks gebrekkige middelen, ondanks niet die eerlijke waardering, toch zich te blijven inzetten voor land en volk.